Hi, ik ben Jochem van de Automotive Academy. Ik ga jullie wat vertellen over het technisch opleidingsprogramma. Bij de Automotive Academy geloven we heilig in praktijkgericht onderwijs. Praktijkgericht onderwijs, dat betekent dat je met je handen leert, want wij leren in de branche nou eenmaal met onze handen. Dus vandaar dat als je bij ons komt trainen, train je ook in een volledig uitgeruste werkplaats. In deze uitgeruste werkplaats hebben we 8 verschillende auto's staan, 4 benzine, 4 diesel, met daarin allerlei verschillende injectiesystemen. Dus je komt alle systemen kom je tegen waarmee we gaan trainen. En wij willen dat je zoveel mogelijk aan de auto's gaat trainen, dus dat je zelf ook met de testapparatuur aan de slag bent met de verschillende auto's. Zit er dan helemaal geen theorie in het onderwijs bij ons? Jawel. Alleen dat stoppen we veel meer in een e-learning bijvoorbeeld, die je thuis in je eigen tijd kunt maken. Zodat als je hier komt, dat je je kunt concentreren op de techniek. Het trainen doen we van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Dus dat betekent dat je 's morgens eerst nog eventjes aan het werk kan, handen wassen, broodje eten en je komt naar ons toe. Vervolgens kom je hier in de werkplaats, eerst een rondje voorstellen, eventjes kort vertellen waar je vandaan komt en wat je leerdoelen zijn voor die dag. En daarna gaan we zo snel mogelijk aan de slag met het trainen zelf. Nou, zoals je ziet, dit is de volledig ingerichte werkplaats. Wij vinden alleen wel dat het trainen ook echt iets moet toevoegen aan je werk. Dus wij trainen niet om het trainen zelf. Wij trainen puur om dingen te leren die je nog niet weet. Om dat te kunnen doen, beginnen we altijd eerst met een niveautoets. Bij de niveautoets meten we je kennis die je nu hebt. Niet meer, niet minder. Daar zit ook geen goed of fout aan. Je gaat gewoon kijken waar je op dit moment staat met je kennis, met je pratenkennis van dit moment. Je maakt de toets, die doe je ook online, die doe je thuis, gewoon op de computer. Die toets, dat zijn 9 verschillende onderwerpen op het niveau 2 en niveau 3. Of niveau autotechnicus, niveau eerste autotechnicus. En daarbij moet je vragen beantwoorden en je kunt punten scoren met goede antwoorden. Scoor je 70% of meer, gaan wij ervan uit dat jij wel snapt waar je mee bezig bent. Gaan we je dus daar niet meer op trainen en krijg je een vrijstelling voor die training. Want we trainen je liever iets wat je nog niet weet. Dat is het traininggedeelte. Daarnaast is het zo, als je bij ons traint in het technisch opleidingsprogramma, heb je nog recht op onbeperkt gebruik van de Automotive Academy Techline. Dat is een techline met 2 keuzemogelijkheden. Technische informatie, schema's, waar zit een ECU, referentiewaarde, ga zo maar verder. En keuzeoptie 2 in de techlijn, dat is hulp bij diagnose. Stel dat je het echt eventjes niet meer weet en je loopt vast met je testkast. Dan heb je de mogelijkheid om mijn collega's te bellen. En die ga je dan helpen, die zien wie ze aan de telefoon hebben. En kunnen jou dus ook op maat adviseren om zo snel mogelijk door te kunnen naar de volgende klus. Omdat je de juiste diagnose te pakken hebt. Dat is waar het om gaat. In 1 keer de juiste diagnose, zo snel mogelijk. Dat je ook zo snel mogelijk door kunt naar de volgende klant. En zo klaren we ook deze klus samen.